kom, de maatregelen gaan maken. Denk kom op jullie, je bent met vakantie, geniet. Ik ben net van die brug afgesprongen. Want Maart zat, ja, ik had het al een beetje verwacht en ik had het helemaal niet verwacht. En... Goedemorgen, eerste ochtend in Colombia. Het is avond om 11 uur geland en toen opgehaald door Tobias, vriend van Maarten, die woont hier in Bogota. We slapen ook bij hem thuis, heel relaxed. Vanochtend hier in de stad lekker ontbeten. Ik vind het een mega leuke stad tot nu toe, maar we zijn alleen maar in het wijkje geweest, dus dat zegt nog niet zoveel. En we gaan nu naar het platteland, naar de kaasboerderij. Want Tobias woont hier dus, want die heeft hier 2 jaar geleden een kaasboerderij opgezet. Nee, niet kaasboerderij, kaasfabriek, toch? Dan gaan we nu kijken. We zijn nu bij de kaasfabriek van To. En het is echt in een dorpje, in een vallei. Het is zo prachtig om te zien dat hij met deze fabriek heel veel mensen werk geeft. Heel veel boeren die meer geld krijgen voor hun melk, omdat er kaas van wordt gemaakt in plaats van alleen maar het product melk verkopen. Echt zo cool, zo knap. Echt over ondernemerschap gesproken. Dit is pas ondernemen. Niet weten wat het is. Maar ik denk linzen, ei, vegetarisch of groente. Rijst. Dit is een soort chips. En dit is guavave con tomate gamaco. Lekker bezig. Wat gaan we doen? In de gondel. We gaan in de gondel naar boven. Oké. We zijn er. Check even dit achtergrondje. Best wel eng om op het randje te zitten trouwens. Maar we zitten dus nu op, hoe hoog zitten we? 3100? 3200 meter? 3200 meter. En hier beneden zie je dus Bogota. Bogota is een stad met 11 miljoen inwoners. Oké, we wilden toch een klein beetje de fit koppel uithangen. Dus we zijn nu naar beneden aan het lopen. 1500 treden, zeggen ze. En het is in ieder geval iets van iets meer dan 1000 meter dalen. Gaat goed. We hebben het gehaald! We hebben het gehaald. We hebben er 40 minuten over gedaan. Het was aan het eind wel opzien hoor. Tenminste, ja. Ik heb hele trillende beentjes. Maar dat komt omdat we vandaag überhaupt al... Oh, wait a minute. 27.000 stappen hebben gezet. Even kijken hoeveel kilometer. 19,8 kilometer hebben we gelopen. Best veel. Dus we gaan nu op zoek naar een barretje. Dan gaan we even lekker een biertje drinken. Morning! Het is nu maandagochtend en we hadden bedacht om te gaan crossfitten in Bogota. Dus wij hebben net ons best gedaan om een box te vinden. En die hebben we gevonden. Maar zoals je ziet... is hij dicht. Het is vandaag een feestdag in Bogota. Dus we kunnen er niet terecht. Nu kunnen we niet sporten. Jammer, want we hebben gisteren ook al niet 23 kilometer gelopen. En de dag daarvoor? En de dag daarvoor ook al niet een hele hike gemaakt. Door de bergen. Ja. Nou, wat gaan we nu doen? Koffie drinken. Koffie drinken. Starbucks? Ja. We gaan koffie drinken. Zo, het is nu 10:45 ochtends en ik ben echt heel erg moe. Het kwam eigenlijk al vrijdag, vlogen we natuurlijk en toen kwamen we hier s'avonds om 12 uur aan. En zijn we gaan slapen, maar toen had natuurlijk best wel jetlags, want het gevoel was toen al 6 uur ochtends. Zijn we gaan slapen, maar gewoon een hele gekke nacht gehad, heet het wakker. En ja, het gevoel dat de dag al vol begonnen was.
En toen zijn we die dag, zaterdag, zijn we dus meteen met Tobias meegegaan naar zijn kaasboerderij. Wat onwijs leuk was en mega bijzonder om te zien. En het is zo'n mooi land. Dat stuk alleen was van, dat was vanaf hier van Bogota 2 uur rijden, daarheen. Door prachtig landschap. En toen hebben we daar ook nog een hike gedaan van 2 uur, echt door de bergen. En toen terug en toen nam hij ons mee naar een heel schattig tentje ergens op het platteland om te gaan borrelen. En naar Bogota en toen meteen door hier uit eten. Nou, toen lagen we weer in bed, maar weer niet super goed geslapen, toch een beetje door die jetlag. Ik val s'avonds meteen in slaap, want voor mijn gevoel is het dan al middernacht. Maar ik ben s'ochtends heel vroeg wakker. En toen zijn we gisteren, Maarten en ik, dus de hele dag op stap geweest, of op pad geweest. Mega veel gelopen en daarna ook weer met To uit eten gegaan s'avonds. Het is allemaal super gezellig, maar gewoon, het waren twee hele drukke dagen. En toen ging ik gisteravond, lag ik al om 9 uur in bed. Dat is natuurlijk niet verstandig met de jetlag, maar ik was moe. En toen werd ik vanochtend om 3 uur wakker. Toen heb ik niet meer geslapen. Toen ging ik liggen malen. En ja, ik zit echt even in een proces van dat ik met vakantie ben en alles even los wil laten. Maar ja, ik heb gewoon 3 opdrachtgevers die nog niet betaald hebben. En dat is gewoon een heel groot bedrag bij elkaar. Wat ik gewoon heel erg goed kan gebruiken. En dat vreet zo aan me. En ik wil dat heel graag even loslaten. En gewoon te denken, oké, dat pak ik over 3 weken weer op. En in de hoop dat ze in die 3 weken natuurlijk gewoon betalen. Maar ik vind dat heel moeilijk om los te laten. Goed, vanochtend lag ik op een gegeven moment huilend hier in bed. Omdat ik moe was en wilde slapen en zo baalde. En ook baalde dat ik dat meteen weer ging checken. En ik zit even in zo'n fase. Ik denk, kom op jullie, je bent met vakantie, geniet. En ik geniet ook. Ik heb de afgelopen 2 dagen intens genoten. Maar ergens speelt dat dan nog de hele tijd in mijn hoofd. Maar ja, dat hoort waarschijnlijk bij het als ondernemer op vakantie gaan. En vanochtend wilden we gaan crossfitten, maar de crossfit was dus dicht. Dus nu zijn we lekker thuis even aan het chillen. Eigenlijk ook wel even heel relaxed. En we vliegen zo meteen naar Medellin. Dat is een uurtje vliegen hier vandaan. En ben heel benieuwd naar die stad weer. Dus het is eigenlijk ook wel lekker om heel vanochtend gewoon te chillen, een boekje lezen. Beetje de oogjes dicht. Niet verkeerd. Oké, ik ben uit bed gekomen. En we zitten nu op het vliegveld in Bogota. Te wachten op onze vlucht naar Medellin. Medellin. Medellin, toch? Zeggen ze? Want wij zeggen Medellin, maar zij zeggen Gin. Heb je er zin in? Zeker. Ja. Wat vond je van Bogota? Wij zijn natuurlijk maar 1 dag geweest, maar het verbaasde me, het verraste me wel. Iedereen zegt of zei dat het een beetje tegenviel omdat je zo snel mogelijk weg moest, maar ik vond het wel meevallen. Ja, had het nog wel een dag kunnen zijn in principe. Ik had ook er nog zeker nog wel een dag kunnen maken, maar we zijn hier ook nog aan het eind. Ja. Want we komen natuurlijk op 2,5 weken vrijdag weer in Bogota aan. En we hebben nog die vrijdagmiddag en avond en zaterdag. Ja. Dus we hebben nog even van de stad kunnen genieten. Maar nu dus naar Medellin. Hasta luego. Hasta luego. Goedemorgen. Nou, we zijn gisteren in Medellin aangekomen. En toen hebben we de stad al vast een beetje verkend. En nu sta ik in de regen. En we zijn vandaag met een dagtrip mee. We gaan naar Guatapé, een van haar heel leuk dorpje. En we gaan een rots beklimmen. Maar we hebben nu een pitstop met z'n allen. Een fucking vette plek. Ergens midden in de mountains. En we zijn hier met z'n allen nu aan het eten. We gaan ontbijten hier. We krijgen allemaal lekker eten. We zijn nu bij een van de meer. Heel leuk. En ik ben net van die brug afgesprongen. Ik weet niet of je het kan zien. En nu gaan we lekker biertjes drinken. Ja, het is ook water. Maar we kunnen het. We've made it. Helemaal naar de top. We zijn er al even. Dus we gaan nu weer aan de tocht naar beneden beginnen.
We hebben net een CrossFit workout gedaan. En het was zo zwaar. Maar hoe zwaar was het? Vertel even. Eitje. Nee, even serieus. Fucking zwaar. Maar het zegt net dat de laatste keer dat hij zo stuk is gegaan van een workout, dat was toen hij was begonnen met CrossFit. Maar het komt denk ik omdat we gewoon niet gewend zijn om op deze hoogte iets te doen. En misschien komt het ook omdat we gewoon 5 dagen niet zoveel gesport hebben. Nou, we hebben trouwens echt elke dag 20 kilometer gelopen of zo. Maar niet dit gedaan, nee. En op deze hoogte, je ziet iets op best wel hoog, het gaat veel meer naar lucht. Ik werd op een gegeven moment helemaal paars en ik was helemaal aan het hyperventileren. En toen zei Maarten tegen mij, dus schat, blijf ademen. Hij leeft in de zetel. Maar ik dacht dat hij zei, laat je niet kennen. Dus ik dacht, ik moet door. Nou ja, stierf 7 doden. Maar we hebben het gedaan. En ik drink nu een of andere tamarinde sap. Het schijnt goed voor me te zijn. Ik vind het niet lekker. Nee, heftig. En we zitten in een vegan tentje. We krijgen nu een vegan salade. Nou, zo'n vegan salade niet zo heel moeilijk, maar ik zal het zo even laten zien. En we hebben allebei burritos besteld, dus ik ben benieuwd. Bonen en al erin, groenten. Ja? Ik wou bijna zeggen, heb je een beetje zeker dat je vegetarisch hebt besteld, maar het is vegan. Het is vegan, ja. Zo ziet onze burrito eruit. Kijk hoe groot. In de gondel in Medellin. En we zijn nu een gravity tour aan het volgen. Die is eigenlijk net van start gegaan. En we zijn nu met een gondel, dan ga je over de berg heen. Dan ga je langs allemaal vrij arme wijken. We gingen net over de wijk wat 20 jaar geleden nog de gevaarlijkste wijk van de wereld was. 15 jaar geleden. Ik heb mijn ogen uit. Ik ben benieuwd wat we gaan zien allemaal zo. Gisteren hebben we dus een tour door de stad gedaan, met het City Center en met allemaal achtergrondinformatie over Colombia. Dat is echt mega gaaf. En toen zei die vrouw dus van, je moet eigenlijk ook echt nog naar deze wijk en die gravity tour doen. Dus dat we, oké, let's do. We hebben vanmiddag hebben we gecrossfit. De gondel is bijna. Dus we gaan nu in de tour verder. Hier in Colombia tegenkomen. Ik vind het heel mooi. Tadaa! De deelnemers van Wie is de Mol. Morning! Nou, we hebben onze tas weer gepakt. En we gaan nu met de bus naar Gardien. En dat is een van de cowboystadje hier 3 uur rijden vandaan. En dat schijnt nog echt helemaal niet toeristisch te zijn. En ja, dat is nog heel authentiek en in de bergen. En je kan er paard rijden als het goed is, maar gaan we zien. Maar we hebben net de buskaartjes gekocht, dus we even zoeken natuurlijk. En niemand spreekt hier ook Engels, of tenminste heel weinig. Het is gelukt. En we gaan nu lekker een koffietje en een broodje halen. Oh, ik loop langs de ingang.
is this. Morning. We zijn nu in Gardien aangekomen, gisteren natuurlijk al, waarvan ik gisteren zei dat we hier waarschijnlijk gingen paardrijden. Nou, ken je het verhaal van het stel wat in Gardien ging paardrijden? Nee, maar jullie die in Gardien wilden paardrijden. Met jou! Ik wilde met jou paardrijden. Maar goed, je hoort het al. Jij wilde ook met mijn paardrijden. Nee. We kwamen hier gistermiddag aan en toen kwamen we erachter dat we eigenlijk gewoon niet zo goed vooronderzoek hadden gedaan. Dus we gingen een beetje oriënteren om of te gaan paardrijden of naar Waterval te gaan, naar Grotten te gaan. En dat duurt allemaal een hele dag. En die hele dag hebben we niet, want we hebben vanmiddag alweer de bus terug. Omdat we morgen alweer doorvliegen. Dus we kwamen gisteren aan en toen was het eventjes... toen moesten we eventjes allebei bedenken hoe we het dan gingen doen. En we zaten gewoon ook allebei even een beetje op een ander level, want Maarten zat, ja, ik had het al een beetje verwacht en ik had het helemaal niet verwacht. En ik dacht, waarom kunnen we niet ergens regelen dat we gewoon alleen nog even kunnen paardrijden? Maar goed, we hebben echt ons best gedaan trouwens, want het is bizar, want we zitten hier in een dorp waar niemand Engels spreekt. Niemand. We hebben één iemand gevonden in een koffietentje die Engels sprak en verder niemand. Dus bij iedereen bij wie we probeerden te vragen over tours was het heel lastig communiceren. En uiteindelijk hebben we gistermiddag gewoon besloten om vanochtend even met z'n tweetjes hier een mooie hike te gaan maken. En lekker te genieten van de omgeving. En dan gaan we straks gewoon weer met de bus terug. Zonder paard te hebben gereden, zonder de waterval te hebben gezien en zonder de grotten te hebben gezien. Maar dat maakt niet uit. De omgeving is echt prachtig. En gisteren hebben we lekker gejatseet en biertjes gedronken. Dat is ook heel chill af en toe. We zijn alleen maar aan het reizen en aan het ondernemen. Dus zo erg is dat ook weer niet. Toch lief? Ja. En nu zijn we dus net bij het hotel vertrokken. De berg in. We hebben een tocht uitgestippeld naar een of ander Jezusbeeld wat midden op een berg staat. En vanaf het moment dat we het hotel uitliepen, hebben we gezelschap van deze twee vrienden. We zijn inmiddels al even onderweg, maar ze gaan geloof ik helemaal mee. Nou, het is nu 1,5 uur later. We hebben het Jezusbeeld niet bereikt. We zijn op de weg terug. Het is echt, en ik vergat net vanochtend nog te vertellen dat we gisteravond, we hadden een tip gekregen van een restaurant hier in Gardien. Dus we dachten gisteravond, nou, dan gaan we in ieder geval naar het restaurant. Dus wij in de toek-toek de berg op, komen we aan bij het restaurant, is dat restaurant dicht. Dus we zaten al van oké, niks lukt. Ik dacht vanochtend, nou, dan gaan we in ieder geval gewoon naar dat standbeeld lopen. En dan hebben we tenminste iets gedaan wat hier bij deze plaats hoort. Maar we hebben het niet gehaald, want de weg was afgesloten. En je kon wel door het schrikkeldraad en dan moest je een stuk door het moeras lopen om er te komen. Dus waarschijnlijk was het ons dan wel gelukt. Maar we hebben allebei gewoon gympies aan. En om dan dus tot de scheen in het moeras te gaan lopen lijkt ons niet heel chill. Dus we zijn weer op de weg terug. Maar het is wel echt, echt, echt een prachtige wandeling. Moet je kijken. Het is hier zo waanzinnig mooi. En die honden zijn er ook nog steeds bij. Het is wel echt heel grappig hier. Hoi! Dus we genieten volop, maar we hebben niks van de Gardiense sightseeing gezien. Waar zijn we nu? In Santa Marta. We zijn net aangekomen in Santa Marta en het is hier echt zeker 10 graden warmer dan waar we hier voor zijn geweest. En het is aan zee. Het is prachtig. We zijn al 8 dagen nu onderweg, 9. We hebben voornamelijk heel veel binnenland en steden gezien. Dus het is heerlijk om even weer, of weer, heerlijk om even aan zee te zijn. Toch? Ja, zeker. Nu al, we zitten in de taxi. Aangekomen in El Zaino, in het Eco Hostel. En er is hier niks behalve het Eco Hostel. En we hebben nu typisch Colombiaans eten. En dit is een typisch Colombiaans lek. En smakelijk. Smakelijk.
high. En het schijnt wel een heftige hike te zijn. Hij duurt ongeveer 4-5 uur misschien. Dus helemaal door het Tayrona Park, dus door dat natuurpark. Over rotsen en bergen. En dan komen we straks aan op het strand als het goed is. En daar gaan we dan slapen. In een hangmatje. We hebben geen gids, we gaan het gewoon helemaal zelf doen. En we hebben deze schoenen aan. Vans en New Balances. En daarmee werden we net bij het hostel een beetje raar aangekeken. Er werd gezegd, weet jullie het zeker, maar Maarten heeft hele blaren op zijn voeten. Dus in zijn Nike's kan hij niet lopen. En al die mensen hier hebben bergschoenen, maar die hebben wij natuurlijk niet bij ons. Dus we gaan het gewoon lekker op deze schoenen doen. Moet goed komen. We hebben al twee keer een beetje gebaald dat we geen bergschoenen aan hadden. En we hebben weer een hond. Maar wij hebben 2 uur en 35 minuten overgedaan. Maar kijk, we zijn hier. Nou, we zijn gezetteld in het paradijs. Het is echt bizar mooi hier en er is haast niemand. En we gaan hier vanavond slapen. En het is nu 2 uur later. We hebben weinig zonsopgang gezien inderdaad. En we beginnen aan het vervolg van onze trek. En we zijn een beetje benieuwd, want we dachten dat we nu vandaag, want we gaan nu naar een ander hostel op een strand. We dachten dat we vandaag niet meer zo ver hoefden te lopen. Maar nu hoorden we net wat mensen praten. En nu denken we dat we misschien gisteren iets vroeg gejaagd hebben met onze overwinning. En dat we wellicht vandaag nog een zware tocht moeten. Maar dat gaan we zien. Hé lief? Ja. En we hebben weer de hond bij ons. Die, even scherp. Die gaat niet meer weg. I go anywhere, anywhere with you. Cause you feel my mind. Oh, you feel my mind. We zijn nu 25 minuten onderweg. En we zijn helemaal doorweekt al. We moesten alleen maar stijgen. Oh, we gaan weer verder stijgen. Het is echt vrij heavy. Maar wel lekker. We could build a dream, start up something new. Let the old be dead. Let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over.
Regina. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. Goedemorgen. Wij worden wakker in onze tent. Deel 2 van de Top door de Jungle. Maar ze vanochtend wakker met het geluid van apen. Je hoort ze nog steeds, maar het is te ver weg om op de camera te horen, denk ik. Het hondje is nog steeds bij ons. Dit is al de derde dag. Hij achtervolgt ons als we naar de wc gaan, als we gaan douchen, als we gaan eten, alles. Vanmiddag gaan we weer naar de hostel waar we 3 dagen geleden ook waren. En dan gaan we zijn eigenaar maar even opbellen. Joe! Nou, we zijn het park bijna uit. En ik heb me nog nooit in mijn leven zo vies gevoeld. Oh. Amper gedoucht natuurlijk, haar niet gewassen, haar niet gewassen, geen zeep, die ze deed zonnebrand van 3 dagen op me. Maar goed, we hebben net nog vanochtend toch even lekker aan het strand gechilld, toen hebben we de wandeling ingezet naar het hostel. En we dachten dat dat niet heel ver was, maar dat viel een beetje tegen. Dus we moesten eerst echt nog een uur, of iets langer, 1,5 uur, echt door het park, zeg maar, klimmen en klauteren. Wel echt way minder heftig dan de afgelopen 2 dagen. Maar het is natuurlijk gewoon heel warm hier. Nu lopen we over deze asfalt weg. Nou, we zijn weer terug in het hostel waar we 3 dagen geleden ook waren. Chillen we hier lekker een middagje, want het is nu 2:30. We kunnen lekker een heel middagje chillen hier. En dan gaan we morgen door naar het volgende dorpje. En dit is nu alweer ruim 1,5 week van de vakantie zit erop. Dus ik dacht, ik rond deze vlog af en dan ga ik hem lekker editen. En hopelijk zo snel mogelijk uploaden. Ik ben zelf ook heel benieuwd naar de hele vlog. Omdat ik dan natuurlijk, ik leef hier elke dag. Elke dag zie je nieuwe dingen en geniet je zo intens. Dat ik heel benieuwd ben om het allemaal weer voorbij te zien komen. Dat is denk ik heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te zien. Het is natuurlijk een hele andere dan normaal. De volgende vlog wordt ook weer anders waarschijnlijk, want dat wordt de rest van de vakantie. En daarna pak ik het normale leven weer op, maar nu nog even niet. Al was ik trouwens zo chill. Afgelopen dagen hadden we helemaal geen internet, geen verbinding, niks. Dus ik heb wel gevlogd met deze camera af en toe. Maar we hadden helemaal geen wifi, helemaal niks. We zijn al 4 dagen van de raad, nog steeds niet trouwens hier. Zo ontspannen. In het begin zat het echt een beetje van, oh wat gek. Maar als je dan die knop omzet, heerlijk. Dat is echt wel van genoten. Dus dat. Ik ga even deze vlog lekker editen in deze hangmat. En dan, ja, ik hoop dus dat de wifi goed is, dat ik iets kan uploaden. Maar dat gaan we zien. Leuk als je laat weten wat je vond van deze vlog. Het is altijd leuk om reacties te krijgen. En ook leuk als je abonneert op mijn kanaal natuurlijk. En als je vragen aan me hebt, stel ze gerust hieronder of op mail me. Na mijn vakantie reageer ik dan weer. En dan tot de volgende vlog. Doei!